Er bestaan bio-afbreekbare verpakkingen. Spijtig genoeg, voor de moment zijn die zo ontwikkeld dat die eigenlijk biologisch afbreken in compostinstallaties, dus bij hoge temperaturen, zonder licht. Dus als men zegt voor gewone verpakking kan 4, 5, 600 jaar het milieu achterblijven, vooraleer dat het zo klein is dat het eigenlijk helemaal meer zichtbaar is. Dus plastic blijft 600 jaar liggen? Ja, er zijn een aantal plastics. We spreken altijd over meerdere honderden jaren. Bij die bio-afbreekbare plastics zien we andere studies dat die nog altijd, als ze in het milieu terechtkomen, nog altijd 50, 60 jaar aanwezig kunnen zijn vooraleer dat ze uiteenvallen. Het feit dat ze wel sneller microplastics vormen, brengt natuurlijk andere problemen mee. Want bij de macroplastics, de grotere stukken, zie je bijvoorbeeld dat een negatief effect is dat dieren verstrengeld geraken. Maar bij de microplastics zien we dat die opgegeten worden door vogels, door vissen. Maar ook zeer kleine stukjes komen in mosselen terecht. Mosselen zijn filtervoederaars. Waardoor we ze zelf gaan consumeren. Ja, inderdaad. Een onderzoek van de Universiteit van Gent een aantal jaar geleden heeft aangetoond dat per gram zacht weefsel er 0,36 tot 0,47 items microplastics in zitten. En dat dit voor mensen die regelmatig mosselen eten tot effect heeft dat zij tot 11.000 stukjes microplastics per jaar binnenkrijgen. En ook de gevolgen voor de mens die zijn nog niet gekend, ook daar is nog onderzoek naar nodig.